moet jullie even wat vertellen. Ik denk dat er opzettelijk stukken niet gemalen appel in mijn appelmoes zitten soms. Wat? Ik denk dat er soms gewoon niet gemalen stukken appel in mijn appel op mijn appelmoes zitten met opzet. Dat ze die daar gewoon expres in doen. Oké. Ja, maar dat is dus dat is alleen maar een complottheorie. Dus zoals je daar kunt zien, we zijn weer opnieuw begonnen. Een nieuwe sprint, nieuwe kansen. We hebben net onze planning gemaakt en we zijn nu bezig om hem digitaal in te voeren. Zodat we ook alle dingen die we maken, alle dingen die we afmaken, kunnen we vervolgens verzetten. Zoals een kanbanbord. En dan kunnen we bijhouden hoe ver iedereen is. Super handig, super praktisch. En daar waren we dan weer. Ja, maar dit is niet kantoor Ede. Nee, nee, dit is thuiswerken! Yay! Ja, want spijtig genoeg kregen we dit berichtje. En dus moesten we allemaal thuiswerken. Weinig aan te doen. Maar wat wel leuk is, is om te laten zien waar we momenteel mee bezig zijn. Momenteel zijn we namelijk bezig met het maken van een prototype voor de samenhangende objectenregistratie. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat ga ik jullie uitleggen. Oké, dus wat doen wij nou precies bij de gemeente Ede? De vorige keer heeft Chris dat al kort uitgelegd. Ik wil daar nu ietsjes dieper op ingaan. Er zijn dus verschillende afdelingen bij de gemeente Ede en die houden allemaal hun eigen data bij. Een voorbeeld van deze data ga ik nu uitleggen. Hoe ga ik dat uitleggen? Boom! Tweede engel! Ja, lekker! Let's go! Oké, dus we hebben hier een huis. En voor dat huis loopt een weg langs. Nou, heel interessant, maar de gemeente Ede moet daar gegevens van bijhouden. Over het huis zijn er verschillende afdelingen die dat bijhouden. Bijvoorbeeld de BAG en de BGT. Dus de BAG, die houdt bijvoorbeeld bij wat is de status van het huis. Is het huis al, is die al af met bouwen? Of moet er nog meer bijgebouwd worden? Moet die ingemeten worden? Een huis heeft verschillende fases waarin het kan staan. Daarnaast houdt de BAG ook bij wat de oppervlakte van het huis is. De BGT, die houdt dat ook bij. Die houdt ook de oppervlakte bij, maar die heeft een andere berekening voor de oppervlakte. Kijk, stel, dit huis. Ze zouden hier op het dak een mooie dakkapel bijbouwen. Boeit de BGT helemaal niks. Ze denken, oké, prima, doe wat je wil. Het mag. De BAG, die moet alleen zijn oppervlakte wel aanpassen, want de BAG die berekent de leefbare oppervlakte van een huis. Dat wil zeggen, alles wat een hoogte heeft van hoger dan 1,5 meter. Ons plan is om een website te maken waarbij we de samenhangende objectregistratie kunnen bijhouden. Dus daar kan je heen gaan als je op een van de afdelingen werkt. Op het moment dat je dan een locatie selecteert, dan zal de BAG gegevens en de BGT gegevens zullen naast elkaar getoond worden. Nu BAG en BGT. Die zullen allebei hun eigen gegevens laten zien die ze hebben genoteerd. Maar als je dan een wijziging aanbrengt in een van de gegevens die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de BAG die zou gegevens aanpassen over de status van een huis. Een huis zou moeten worden ingemeten bijvoorbeeld. Dan zou die dat hier aanpassen. Maar dan zou er een seintje naar de PGT moeten worden gegeven zodat die actie kan ondernemen. Ons idee is dan ook om er een pop-upje voor te laten komen nadat je een gegeven hebt gewijzigd. Is dit belangrijk voor een andere afdeling? Zo ja, zo nee.
Als het wel belangrijk is, dan kan je de afdelingen aanvinken die belangrijk zijn. En vervolgens wordt daar een seintje naar gestuurd. Dat is heel erg in het kort wat wij willen gaan doen met onze oplossing. Daar zometeen nog wat meer over. Het is weer tijd voor... Review time, yeah. Vandaag testen we de koffie. De koffie is van de Philips Latteco 3000 series. Ja, zoals je ziet ben ik hier een latte macchiato aan het zetten. En zoals je hoort maakt het apparaat best wel wat lawaai als je de koffie zet. Vooral bij het malen van de bonen. Maar dan heb je ook wel uitstekende koffie. Naast de latte macchiato kan het apparaat ook zwarte koffie, espresso, americano en cappuccino zetten. En ook heb je de optie om heet water uit het apparaat te halen, zodat je lekkere thee kan drinken. Naast de koffiekeuzes kan je helaas geen warm chocolademelk uit het apparaat halen. En ja, dat is wel echt een groot minpuntje. Wel heb je het voordeel van dit apparaat dat je naast verse bonen ook gemalen bonen in het apparaat kan stoppen. En zo kan je een heerlijke variatie op de koffie maken. Maar ja, het belangrijkste is, wat is de smaak? En ik heb hier zo de latte macchiato. En ik zal even proeven hoe die smaakt. Ja, heerlijk, zoals altijd. En ja, goed van temperatuur, mooie samenstelling en een voldoende, zou ik zeggen. Nou, dat was de koffie bij ons thuis. Ik ben wel benieuwd hoe de koffie bij jou thuis smaakt. Als je wil, laat het even hieronder in de comments weten. Oké, dus bij deze de extra uitleg voor onze oplossing. Wat je nu ziet op het scherm, dat is onze database. Daar zit wat standaard data in. Wat simpele data wat we zelf hebben verzonnen. En daarin zitten wat data over vogels, hun nesten en hun habitat waar ze leven. Oké, dat is leuk dat dit in de database zit. Zoals je ziet zitten er wat geometrische gegevens aan vast. In onze oplossing willen wij dat graag combineren met een API, zodat we dat kunnen opvragen van de database. En vervolgens kunnen we dat dan dus weer gebruiken op onze website. Goed, dan is het eerst belangrijk om te weten, wat doet een API en wat is het nou precies? Nou, hier zien we een voorbeeldplaatje van een API. We hebben dus aan de linkerkant hebben we een web API, een webapp, dus een applicatie, een website. En die kan een API request sturen naar de API. En die API die kan het vervolgens weer ophalen uit de server en uit de database. Vervolgens kan die dat weer teruggeven en kunnen wij weer een nieuwe request naar de API sturen. Ook kunnen we dingen aanpassen, maar dus eigenlijk is de API de brug tussen de website en de database. Hier op een kaartje al deze mooie rondjes die hierin zijn geplot en op de kaart zijn gezet. Die komen dus rechtstreeks uit onze database. Dan kan je hier zien hoe de GeoJSON eruit ziet. En als we op zo'n vakje zouden klikken, zouden we hier kunnen zien, oké, hier zit dus een Great Blue Heron. En zijn activiteit is dat hij hier nesten bouwt. Nou, dat is kortweg wat onze API momenteel kan. Waar we naartoe willen is natuurlijk dat we dit met BGT en BAG data gaan doen. Om het ook vervolgens op onze eigen website toe te passen, want dit is gewoon een standaard website die je op internet kan vinden. Hey, nou, zoals de meeste van jullie wel weten hebben we behalve een YouTube-account ook een Instagram-account. In de beschrijving hieronder vinden jullie de link daartoe, dus dan kunnen jullie het allemaal volgen. Op deze Instagram-account hebben we deze week de vraag aan jullie gesteld, aan de volgers. Of ze nog een vraag voor ons hebben die ze graag beantwoord zouden hebben. En daar hebben we een hele interessante vraag gekregen van, wat leren jullie nou eigenlijk op stage? Nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Nou ja, wij zijn natuurlijk begonnen bij de gemeente Ede. Met leren over wat ze nou eigenlijk doen in deze afdeling. Dus wij zitten bij de geo-afdeling, dus wij hebben geleerd wat de basisregistraties inhouden en wat hierin zit. Vervolgens zijn we heel goed gaan nadenken over een oplossing voor het probleem, want we willen natuurlijk een samenhangende objectenregistratie maken. Dus zijn we gaan kijken wat daarvoor nodig is en de kennis die hiervoor nodig is. En toen zijn we hier cursussen en tutorials voor gaan kijken en leren, om zo de kennis op te doen die wij nodig hebben. Voor ons was dit FME, dat is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de gemeente Ede.
C-Sharp, een programmeertaal die wij zelf graag willen gaan gebruiken. En wij zijn gaan leren over geo, over kaarten en over JSON's. En natuurlijk over API's, want dat gaat onze oplossing zijn. Hieruit blijkt wel dat het heel belangrijk is om een goede keuze te maken met welk project je wil gaan doen. Omdat andere studenten gaan helemaal geen API's zien of bijvoorbeeld FME gaan zij helemaal niet leren. Vandaar dat het heel belangrijk is om een goede keuze te maken, want het gaat wel echt, wat je leert is wel per project verschillend. Verder leer je natuurlijk ook bij elk project om een professionele houding aan te nemen en hoe het is om in het bedrijfsleven te zijn. Like en subscribe.